Koning bezoekt 100 jaar Radboud Universiteit. Plannen voor Graafseweg zorgen voor conflict. En Vijfknoop achter station gaat nu echt op de schop. Dit is het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. De Radboud Universiteit bestaat precies 100 jaar. Deze zogenoemde Dies Natalis wordt al het hele jaar groots gevierd. En dinsdag, op de dag van oprichting, vindt een speciale viering plaats. In Concertgebouw de Vereniging was op deze middag een academische zitting, waar ook koning Willem-Alexander bij aanwezig was. De koning is vandaag aanwezig bij de academische zitting. Tijdens deze zitting is ook de installatie van de nieuwe Rector Magnificus. Dr. José Sanders is de 60ste en tevens de eerste vrouwelijke Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Tijdens de academische zitting zijn er toespraken van onder andere de burgemeester en de voorzitter van het college van bestuur. En er wordt gereflecteerd op het verleden, heden en de toekomst van de Radboud Universiteit. Ook is er speciaal aandacht voor kunst en cultuur. Na de academische zitting gaat de koning in gesprek met docenten en studenten over duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en de Nederlandse identiteit. Ja, zeker. Ja, hij is heel scherp, hij let het duidelijk goed op. Stel de goede vragen, kritisch ook. Wat mag in ons vakgebied? Want het gaat natuurlijk over mensen en er zitten zeker risico's aan verbonden. Dus dat vond ik wel. Ja, mooie atmosfeer. Ja, het was heel mooi om te zijn en onze nieuwe rector te horen natuurlijk. Ja. Dus ik was wel onder de indruk. Het was een hele indrukwekkende speech, vond ik, die ook wel echt goed paste bij de Radboud Universiteit. Over hoe ze er zelf ooit begonnen was en over hoe ze de visie van de universiteit voor zich ziet. Dat is nog een hele inspirerende studentspreekster. Dat geeft toch wel een beetje universiteitstrots. Het gedeelte van de Graafseweg tussen de Cavalierweg en de Nelson Mandelaplein, dat overigens al recent op de schop is geweest, moet nu wederom veranderen. Op dit gedeelte lopen beide rijrichtingen momenteel zo'n 100 meter uit elkaar. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om deze banen naar elkaar toe te leggen. Het gevolg: blije omwonenden aan de ene kant en boze aan de andere kant. En die woede loopt tot bedreigingen aan toe. De Graafseweg die gaat veranderen. En dat komt door het plan dat de gemeente heeft gemaakt voor de Winkelsteeg. En daarbij heeft de gemeente besloten om de Graafseweg vanuit Wiegen, om die tot aan de Neerbosseweg te gaan verleggen. Ja, het is nu een vierbaansweg. Hè. Er liggen hier nu twee banen en er liggen twee banen aan de overkant. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als er twee banen verdwijnen. En dat is misschien ook wel de lange termijnvisie van de gemeente. Alleen op dit moment is de vraag of dat haalbaar is. Maar het mooiste zou zijn als er één baan de stad ingaat en één baan de stad uitgaat. Het onderzoek vanuit de gemeente is op dit moment nog bezig. We hebben begrepen dat op dit moment twee banen, één baan stad in, één baan stad uit, nog niet haalbaar is. En toen hebben we nagedacht van, is het dan logisch om die rare knik te maken bij de Neerbosseweg? Of is het misschien wel logischer om die vier banen die er aan de noordkant komen te liggen, om die dan door te trekken tot het traject Cavalierweg? En dat heeft voor dit deel van de wijk ongelooflijk veel voordelen. En ook voor de stad heeft het heel veel voordelen. De voordelen voor de wijk zijn dat dit asfalt allemaal verdwijnt en er allemaal groen voor in de plaats komt. Het heeft voor fietsers het voordeel dat hier nagedacht kan worden over bijvoorbeeld een prachtige snelfietsroute die Neerbos Oost verbindt met de stad, maar ook die station Goffert verbindt met de stad. Misschien heeft het mogelijkheden voor het openbaar vervoer. Maar vooral heel veel groen. En een van de ambities van de gemeente is om de stad duurzamer en groener te maken. De gemeente wil voor de rest niets zeggen over dit onderzoek of de plannen.
Ze zouden de eerste brief hebben gestuurd, maar daar zou een fout in staan. Binnenkort komt de nieuwe brief op de mat bij de bewoners. Mensen aan de noordkant van de Graafseweg willen niet reageren op camera. Ze melden ons wel dat ze geen brief hebben gezien, maar alles hebben moeten lezen in de kranten. Ze melden ons ook dat ze niet blij zijn met de plannen die de gemeente heeft. Zo zijn ze bang voor meer uitstoot en extra geluidsoverlast. Anton snapt dat de mensen aan de noordkant er een probleem mee kunnen hebben, maar hij blijft positief. Ja, dat snap ik helemaal. En dat vind ik ook belangrijk om daarover na te denken. Maar we moeten wel appels met appels vergelijken. En als je kijkt, als je bijvoorbeeld de Google Maps kijkt, dan zie je heel duidelijk dat het aantal inwoners, het aantal huizen wat profijt gaat ondervinden van ons plan, vele malen groter is dan het aantal huizen wat nadelen gaat ondervinden. Achter het Centraal Station in Nijmegen-West wordt momenteel begonnen aan de verbouwing van de Vijsprong. Het onoverzichtelijke verkeersknooppunt dat al jaren een doorn in het oog is van de gemeente en inwoners. Afgelopen week worden de voorbereidingen getroffen, zoals het verleggen van de rijstroken en het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten. Dit weekend zal de kruising afgesloten zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. De werkzaamheden zijn onderdeel van het nieuwe stationsgebied. Zo komt er uiteindelijk ook een ingang naar het station aan de westzijde, de kant van dit verkeersknooppunt. De Duitse metalband Rammstein heeft een tweede concert aangekondigd in het Nijmeegse Goffertpark. De tickets voor de show op 18 juni volgend jaar gingen woensdagochtend in de verkoop. En deze verkoop ging dermate snel dat de band binnen een uur al een tweede show aankondigde op 19 juni. Ticketprijzen beginnen deze keer bij €104,50. Opvallend verschil met de show uit 2022 is dat deze keer ook zitplaatsen beschikbaar zijn op de tribunes achteraan het veld. De prijzen voor een zitplaats bedragen €129,80. Oud-topschaatser Erben Wennemars sluit aan bij de club van 38 van de NN7 Heuvelenloop. Als ambassadeur draagt hij het Nijmeegse hardloopevenement een warm hart toe. Op zondag 19 november staat de achtvoudig wereldkampioen schaatsen aan de start van de 15 kilometer. Wennemars is ook ambassadeur van het NN Running Team en van het goede doel Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Radboud UMC zet als eerste ziekenhuis in de Europese Unie een robot in om een van de meest voorkomende en dodelijke vormen van kanker te behandelen, longkanker. Met deze robotgestuurde navigatiebronchoscopie kunnen artsen kleine afwijkingen diep in de longen opsporen en behandelen. Deze nieuwe techniek, die vanaf 1 januari 2024 in het basispakket zit van de zorgverzekering, belooft meer precisie dan bij het afnemen van longweefsel. Meer hierover is te lezen op onze website rn7.nl. De verkeerssituatie bij station Nijmegen is al jaren voer voor gesprek. De shared space, zoals de situatie heet, wordt als uiterst onveilig beschouwd. Voetgangers, fietsers en bromfietsers rijden kriskras door elkaar heen en dan loopt er ook nog eens een drukke busbaan langs. Onlangs kwam de gemeente met een plan van aanpassing voor deze situatie. Een zebrapad met tussenberm voor voetgangers, zodat voetgangers per rijrichting van het overige verkeer kunnen oversteken. De aanpassing is nog niet af, maar de situatie is momenteel afgezet met rode en witte barriers. Als de situatie bevalt, wordt de nieuwe situatie definitief gemaakt. Maar werkt zo'n zebrapad op deze plek eigenlijk wel? Het zou namelijk betekenen dat fietsers moeten stoppen voor voetgangers. Nou, die gaat er gewoon omheen. Nou, dat was net op tijd. Nou, weet je, dat kan je ze nog wel geven. Ik was natuurlijk nog wel ver weg. Ze remmen af allemaal. Ze stopt wel. Ja, ze hebben hier zelf wat aangelegd. Klopt. Vind je het veiliger geworden? Ja, het is wel veiliger, maar niet zo handig voor de fietsers, want ik doe zelf thuisbezorgd. Dat is niet zo, dan moet je de hele tijd wachten en zo. Ja, je hebt er wel meer een richting, dus het zal wel iets veiliger worden, lijkt mij. Het is natuurlijk de bedoeling dat de fietsers stoppen voor de voetgangers. Ja, dat snap ik. Ja, als alle scholieren weer naar school gaan, denk je dat ze gaan stoppen of fietsen ze door? Ze moeten wel stoppen. Ik denk dat ze eromheen fietsen. Dat doe ik zelf meestal. Ja, ik denk dat ze allemaal door fietsen. En zou je zelf een betere oplossing hebben? Ja, gewoon weghalen. Het was eerst goed, voor mijn idee. En weer uitwijken. Zo. Sorry.
zebrapad, mevrouw. Zoals verwacht zijn de fietsers niet erg bereid om voorrang te verlenen aan de voetgangers. Wat dat betreft is het maar de vraag of deze nieuwe aanpassing definitief wordt. Het is herfstvakantie en dus zijn er in onze regio weer allerlei activiteiten te doen om de kinderen bezig te houden. Zo ook in Kasteel Herne. Daar is momenteel de activiteit bedelaars en armoedzaaiers te vinden. De winter is weer aan aantocht en dus moet het kasteel worden bevoorraad. En daar kunnen de kinderen bij helpen. Maar er liggen kapers op de kust. We gaan het kasteel bevoorraden, want de winter is in aantocht. En we gaan zorgen dat er genoeg hout en eten klaar ligt, zodat we de hele winter door kunnen komen. Dus vandaag vragen we en de rest van de week aan al onze bezoekers om een voorraadzak mee te nemen naar de oude keuken, om het daar neer te leggen. Wat is de bedoeling wat ze gaan doen? Wat komen ze onderweg tegen? Ja, het verhaal is al ter ronde gegaan dat er inderdaad voorraadzakken rondgaan. Dus bedelaars uit de buurt, die zijn stiekem naar binnen gedrongen. En die proberen van de kinderen natuurlijk die zakken over te nemen. Ja. Door hele slimme trucjes in te zetten om te zorgen dat zij dus eten krijgen. Maar gelukkig, en dat hopen we dan ook, gaan onze kinderen van het kasteel dan ervoor zorgen dat die zakken allemaal op een veilige plek terechtkomen. En leren de kinderen hier ook nog wat van? Of is het alleen maar gewoon even voor de lol, zo gezegd? Nee, zeker niet voor de lol. Natuurlijk is het een groot avontuur en is het plezier heel erg belangrijk. Maar het is wel iets zoals het lang, lang geleden ging. Want ja, in de winter kon je bijna niet naar buiten voor de kasteelbewoners. Dus er moest genoeg voorraad zijn. Maar ja, als er voorraad is, dan komen daar ook de nodige indringers op af om dat te stelen. Dus daar gaat ons verhaal van vandaag ook dan over. Tot wanneer kunnen de kinderen de voorraadzakken aan blijven vullen? Deze week tot en met zondag zijn we druk bezig. Zondag hopen we alle zakken op de goede plek te hebben liggen. Dus we hebben nog hulp nodig. En als er nog kinderen zijn die ons willen komen helpen, is wel handig dat er wordt gereserveerd. Ja, na een behoorlijk regenachtige dag belooft het morgen wat zachter en iets wisselvalliger te worden. Verspreid over de dag krijgen we wel te maken met de nodige buien. Maar de stevige wind van vandaag die blijft morgen uit. Het wordt daarbij zo'n 15 graden. In de avond en nacht trekt de wind weer aan tot vrij krachtig. Ook zondag houden we nog last van enkele buien, maar het weerbeeld wordt wel wat rustiger. In de nieuwe week houden we het ook niet helemaal droog, maar het aantal buien neemt wel iets af. Daarbij is het erg zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 16 graden op maandag. Tot zover de belangrijkste punten uit het RN7 regio nieuws van deze week. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Almere City. Daarna is er ook weer een nieuwe Nu in de Bios met de nieuwste bioscoopfilms. En wij zijn er maandag weer, dus ik zeg tot nu een heel fijn weekend.